mij is alle dieren baie belangrijk. Maar een bijzondere olifanten. Zoals ons meer tijd in die bos gaan spanderen, gaan ons kijken naar de levens en wat olifanten in werkelijkheid is. Zoals jullie kunnen zien, die Ooskaapse bos is niet zo makkelijk om olifanten te vinden. En ons is net bewust van dat ons niet binnen in die trop wil inbeweeg nie. Dit kan ons in een potentiële gevaarlijke positie plaatsen. So, ons sit so net aan die buitenwijken van die olifanttrop. Hulle is hier allemaal geleë, hier voor die voertuig en die kar. Vooral als ons in een broeitrop soos hierdie sit, waar een baie kalfies is, is het belangrijk dat hulle moet gekalmeerd bly, hulle moet kalm wees. En toch, hulle weet ons is hier so, hulle kan ons ruik. En teendeel, die een olifant koei het, daar slurp so hoog op en sy ruik die lucht. Het is een sintuig wat baie belangrijk is. Ek vind nou een goeie reek van ons. En sy sal dit kan analyseer en terug aangaan in haar memory bank, as ware. En sy sal weet wie hierdie persone is, want hulle onthou enkele persone, hulle onthou stemme, hulle onthou sy reke. En dit is baie, baie slim dier. Daar het ons een jong olifant met nie een volwassene, en wat die olifantkie daar so doen, sy proe die kos en die smaak van die takke en die kos wat die ouwe olifant geëet het in haar mond, en dan kan sy dit self analyseer en weet wat sy kos hoort om te eet. Voor olifant is dit nogal belangrijk, want hulle leer baie componente van olifant wees van hulle ouwers af. En dit is net een manier hoe jong olifanten kan leer wat om te eet en wat om te vermy. Dus om dit te reik in die mond van ouwe olifanten. Als mens kijkt naar die olifantkoei, naar al die aren aan die achterkant van haar oren, daar so kunnen we dit baie mooi zien. En daar die aren is belangrijk, want elke keer is sy haar oren flap. En dit is een methode wat die lichaam instelt om die bloed af te koel in die oren. En daar die afgekoelde bloed wordt dan gecirculeerd om die brein, zodat die brein een constante temperatuur kan handhaven. Nou, dit wat ons gehoor het, is die communicatie tussen olifanten, dus op een lae frequentie. Dit kan baie groot afstanden trek, vooral door die bos. En hier kom ons eerste groot bul, wat nou deurstap. Die olifantbul is in mist. Ons kan dit duidelijk sien door die uitskeitsels op sy tempelarea en om sy geslagsdele. Dit beteken dat daar hoë testosteroonvlakke in sy gestel is, en dat hierdie dier reg is om mee te paar. Kyk hoe ons stroke raak hulle as die bul naby kom. En basis wat gebeur is, die bul kom in en hy kom toets die koeie. Letterlik kom kyk na hulle en kom maak seker dat hulle met kalf is. Kyk hoe gee sy haar been en gee haar agtersteven as 'n teken van submissie vir die groot bul. As ook die ander koeie met hulle kalvers. Ek het nou weggebreek van die kar af en ek sit hier so baie naby die afstand van die olifante, en hulle het inbeweeg hier so by die watergat en hulle bad met modder en spuit water. Die kalfies kom nou in en hulle kom speel. Dit begin nou een modderbad word hier so. En sien hoe gee hulle mee vir die groot bul wat inkom. Hy is meer dominerend oor die koeie. Die olifantbal wacht baie geduldig vir sy geleentheid om in te beweeg aan die modderpoel toe.
En zodra hier die dominante bol zal afbewegen of wegbewegen, dan beweeg je die bol in. Gauw een makkelijke onderscheid te maken tussen een bol en een kooi-olifant. Dus kijk naar die voorkop. Die voorkop in olifantbullen is rond. Maar die in olifantkoeien heeft een baie sterk hoek. Al 100 jaar terug was er minder dan 11 olifanten in die Oos-Kaap geweest. Als gevolg van ons natuurbewaring, ons zaken, die ijverige werk wat ons ingesit het, het ons een prachtige trop olifanten vandaag hier op Shamari. En ons kan zien dat hierdie dieren is gehuisves in hulle natuurlijke omgeving weer te kan leef en te kan broei en teel en hulle alledaagse levenscyklus uit te leven. Now remember, Johan is an experienced professional, so please don't approach elephants on your own.